De staatsoliemaatschappij en zijn dochterbedrijf GoTo zullen gedurende 3 jaar in het sponsorprogramma Friends of Green Suriname, FOX, van Conservation International Suriname ondersteunen. In het kader hiervan hebben vertegenwoordigers van beide organisaties vandaag een overeenkomst ondertekend. Zowel staatsolie als GoTo vindt bescherming van de Surinaamse natuur belangrijk en beide leveren door deelname aan het FOX-programma een concrete bijdrage hieraan. Goed Schalk, directeur van Conservation International Suriname, CIS, zegt dat het heel kenmerkend is dat 2 olieverwerkingsbedrijven aan het programma participeren. In een presentatie geeft hij aan wat de rol van de partners is binnen het Friends of Green Suriname programma. Wij zien onze rol samen met onze partners als manieren zoeken hoe we via groene groei, green growth, de economie kunnen transformeren. Het is een behoorlijke opgave, maar het moet wel gebeuren. En om dat te kunnen, moeten we eerst goed begrijpen wat voor waarde hebben we. Wat is de waarde van de natuur? Dan moeten we keuzes maken. Welke van die waarden gaan we ontwikkelen? En dan moeten we investeren. Als er nooit geïnvesteerd was in staatsolie, stonden we nu ook niet hier. En dan zag Suriname er volgens mij heel anders uit. Dus ooit moet je zeggen, ik investeer. En dat kan zijn in geld, maar het kan ook zijn in tijd, het kan ook zijn in beleid. Wetgeving, ga zomaar door. Maar die keuze, die moeten wij nog duidelijk maken voor onszelf in Suriname. John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname. De algemeen directeur van staatsolie, Rudolf Elias, is heel blij met de samenwerking en zegt dat Suriname inderdaad het groenste land ter wereld is. De manier waarop de CIS dit benadert, spreekt hem dan ook enorm aan. Ik ben blij dat we nu als staatsolie eindelijk iets samen kunnen tekenen en iets samen kunnen doen. Je weet dat ik al heel lang als individu CIA heel erg hoog heb zitten. Natuurlijk hebben wij als staatsolie zijnde, hebben we onze values. En een van onze hoogste values is health safety, maar vooral de environment waarin we werken. Suriname is natuurlijk een prachtig land en we zijn inderdaad het groenste land van de wereld. De manier waarop CIA dat benadert, dat spreekt mij ontzettend aan. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we aan staatsolie hebben gezegd, laten we kijken of we iets samen kunnen doen met jullie. Laten we kijken of we inderdaad, op dit moment onttrekken wij iets aan de natuur, olie, en we willen graag iets teruggeven om ervoor te zorgen dat we ook 100 jaar en 500 jaar en misschien wel 1000 jaar na vandaag hetzelfde prachtige oerwoud hebben wat we nu hebben. En dat we leren hoe we daarmee moeten omgaan. En de manier waarop jullie als CIA daarmee omgaan, vind ik zo prachtig. En het is zo duurzaam dat ik trots ben als staatsolie dat we hier vandaag mogen zitten en dit contract met je mogen tekenen. Dankjewel, John. Rudolf Elias, algemeen directeur van staatsolie. Hij sprak vanmorgen bij de ondertekening van het Friends of Green Suriname programma door staatsolie en Conservation International Suriname. De ondertekening vond plaats op het hoofdkantoor van staatsolie.